Dus een gelukkig nieuwjaar. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we 1 januari, dus een gelukkig nieuwjaar. Ik doe deze maand mee met mijn blog januari en ik ben al slecht bezig. Het is nu 1 januari en ik denk nu al, waarom heb ik blog januari gedaan? Dat wordt zo stressvol. Zeker omdat ik ook nog graag mijn tijdschrift wil afkrijgen voor de 12e. Het wordt zo moeilijk. Wat is mijn focus? Ik ben nu foto's aan het bewerken voor blogberichten die ik wel al half klaarstaan heb. Boekreviews, die ik gewoon altijd schrijf als ik een boek heb uitgelezen. Zonder dat er daarvoor dan al een datum in gepland staat. Dus ja, dat doen wij op 1 januari als je beslist om mee te doen met blog januari. Ik ga misschien weer volgende week een 5 uur avontuur doen, anders gaat dat echt nooit naar de komen. En zo een klein beetje later mijn werken, zodat ik zo mijn hele ochtend heb om dingen te doen. Ik heb toch nog zat over hier staan. Gelukkig overgezet werden. Een paar dagen geleden heb ik foto's gemaakt van de boeken en van sommige boeken heb ik echt 20 goede foto's. En van andere boeken ga ik al moeten zoeken om er 2 te vinden. Het is nu trouwens 12:30, ik heb net een stukje quiche gegeten. Meer dan dat ga ik er echt niet in. Ik ben nog overeten van gisteren. En mijn TikTok die ik gisteren online heb gezet, heeft het wel nog redelijk goed gedaan. Hij had 20.000 views, denk ik. Wacht, ik ga even kijken. Ik ga straks een nieuwe online posten. Zo, wie nog nooit TikTok heeft gebruikt, moet dat echt tegen doen. Het is echt onverslavend. Van te worden. Hij krijgt, ik weet niet, van die zijn hoofd hij nog wel. 21.500 momenteel die wij in TikTok hebben gezien. Het gaat trouwens over mijn gewichtverlies van afgelopen jaar. Maar een redelijk populair trendy-liedje. Hij kan het echt niet zien. Kijk, hoe cute. Ik moet zeggen, het gaat goed vooruit met mijn planning. Ik heb iets voor 2 januari, dus voor morgen. Voor 3 januari, voor 4 januari. Voor 5 januari nog niet. Voor 6, 7 januari en 10 januari. Dus ik heb nog 5 blogberichtjes. En dan komt zij of haar online. En hopelijk heb ik daarna terug en dan veel tijd om verder te schrijven. Geen paniek hoor, ik heb nog wel inspiratie over blogberichten die ik online wil gooien voor jullie.
Die Pokémon Go achtergronden zijn echt altijd zo leuk. En yes, I'm still playing. Make-up done. Straks ga ik nieuwjaar vieren bij mijn oma. En dus ik nog een keer al mijn neven en nichten en tantes en onkels. Outfit of the day. Straks ga ik daar wel een botten onder gaan doen. Laarsjes. En dit is mijn make-up. Misschien zou ik nog een lipstick bij doen. Maar ik ga het eigenlijk toch wel vanaf dat je het ziet. Dus trouble. Hey, het is nu 7:40 en we zijn thuis. Nieuwjaar gevierd bij mijn oma. En nu ga ik nog een vlog editen. Hey, ik was daar straks 1 seconde vergeten dat ik morgen niet thuis ben. Morgen is namelijk nieuwjaarsreceptie in een brug van het werk. Dus morgen ben ik de hele dag in Brugge. Daarna hebben we ook nog iets aan eten met de collega's van de verschillende afdelingen. Hey, ik was het al een paar dagen vergeten, maar we hebben nog steeds een adventskalender. Vandaag is het tijd voor vakje 10. Waar ben je? Om niet te zien. Ah, hier. Het is een vis. Fishy. Nom, nom, nom.